Crossroads project is een innovatieprogramma wat het doel heeft het bevorderen van grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van innovatie tussen bedrijfsleven en kennisleveranciers. En wij faciliteren die samenwerking door het aanbieden van proeftuin-experimenten op de hogescholen, waar bedrijven laagdrempelig zaken kunnen laten uitzoeken door studenten en hun begeleiders en docenten. We bieden haalbaarheidsstudies aan, daar komen we met financiële middelen tegemoet aan de wens van bedrijven om ideeën te toetsen op commerciële en technische haalbaarheid. En tot slot hebben we het instrument innovatieprojecten, waarbij wij heel concreet gezamenlijke innovatieprojecten door bedrijven aan weerszijden van de grens kunnen subsidiëren tot een maximum van €150.000 per project. Dit apparaat dat heet een Eye Surface Profiler en die meet het oppervlak van het oog en maakt daar een hoogtekaart van. Het is uitgevonden op de Universiteit van Maastricht. En het principe is heel simpel. Je projecteert lijntjes op het oog en naarmate de lijntjes verder uit elkaar gaan, weet je dat er een groter verschil in hoogte bestaat. En de uitkomst daarvan wordt met software helemaal doorgerekend en dan zie je hier mooi de oppervlak van het oog. Innovatieprogramma's hebben vaak een nationaal karakter. Ze houden in feite op bij de grens. Wat wij met Crossroads doen is ondernemers helpen om over die grens heen te stappen. Om daar te kijken wat zit daar nou aan collega-ondernemers, wat zit daar aan kennis, wat je eigen bedrijf in het Limburgse vooruit kan helpen. Crossroads heeft ons gestimuleerd om internationaal te gaan samenwerken. We werken samen met een bedrijf in Turnhout, in de engineering. We werken samen met andere bedrijven in Nederland en Duitsland. Maar Crossroads heeft dat gestimuleerd. Dat stimuleren ze ook met een hoeveelheid subsidie. En dat is natuurlijk ook welkom. Ik heb van geen enkel project gehoord dat er cultuurverschillen waren. Integendeel, ik heb alleen maar te maken gehad met zeer gemotiveerde en innovatiegedreven ondernemers die gewoon heel goed met elkaar door in deur kunnen. En ik moet er wel bij zeggen, wat het makkelijk maakt is dat je dezelfde taal spreekt. Dat scheelt. Ik zie bij collega-projecten die in andere EU-regio's spelen waar je met meer talen te maken had, kan dat soms moeilijk zijn, maar van de andere kant denk ik, als je als ondernemer internationaal wil innoveren, laat je je daar niet door weerhouden. En binnen Crossroads is dat heel goed gelopen.